Dinsdag 10 juli jongstleden werd voor de vijfde maal de dag van de cinema georganiseerd. Speciaal voor de gelegenheid werd de Anezenstraat afgezet om de grote volkstoeloop te kanaliseren. Zoals bij elke editie van dit gebeuren werd er een bioscoopcomplex voor nog nooit eerder vertoonde films gereserveerd. Dat dit verscheidene malen een uitverkochte zaal opleverde, is niet verwonderlijk. Sommige enthousiaste cinemabezoekers nuttigden hun middagmaal dan ook op de trappen, om niet door een bordje uitverkocht te worden weerhouden. Na dit daverende succes wordt uiteraard al aan de editie 1991 gedacht. Tot dan!